Dag Ashley, we staan hier op de persvoorstelling van Mrs. Universe Belgium. Stel je eens even voor alsjeblieft. Ja, ik ben Ashley, ik ben 27 jaar en ik woon samen met mijn vriendin in Brecht. Hoe komt het dat je meedoet aan een misverkiezing? Goh, een beetje wat mij overtuigd heeft dit jaar, of toch wat mij overtuigd heeft om mee te doen met Miss Universe, is ons goed doel vooral. Ons goed doel is het Regenbooghuis in Hasselt. Dat is een aanspreekpunt voor holibies en transgenders. En aangezien ik met mijn vriendin samenwoon, is dat eigenlijk wel een mooi doel dat ik mij heel mijn hart wil steunen. Eigenlijk. Ja, dat spreekt je eigenlijk speciaal persoonlijk aan? Eigenlijk. Dat spreekt mij wel heel hard aan, maar ik zou mij ook nog voor andere doelen graag willen inzetten. Ja, ja. Ik heb zo de indruk dat je van meisjes die samen met hun vriendin wonen, dat je dat minder hoort dan voor jongens. Klopt dat? Ik vind dat er minder taboe is rond meisjes en meisjes. En meer taboe rond de homo's ligt er toch nog wel. Nadruk of taboe ligt daar nog wel rond. Ik wil ook even verduidelijken, ik ben niet lesbisch, ik ben niet biseksueel. Ik heb geen voorkeur naar geslacht. Ik val puur op persoonlijkheid, op karakter. Dus eigenlijk op de persoon zelf. Ja, op de mens eigenlijk. Op de mens, ja. Juist. Ja, oké, okay, je doet dat mee aan die verkiezing. Hoe komt het dat je daar... Wie heeft je daartoe aangezet? Een beetje mijn vriendin wel. Ja, ik had gezien dat er nog inschrijvingen waren. Ik twijfelde heel hard, van zou ik het nu doen, zou ik het nu niet doen. En zij heeft gezegd van, neem dat toch, schrijf de win, begint aan dat avontuur. Misschien maak je nog nieuwe vrienden, misschien doe je er nog een ervaring bij. En ik had toen zoiets van, oké, waarom niet? Ja, tuurlijk. Wat vinden je vrienden en je familie en zo ervan? Die zijn heel enthousiast. Die steunen mij er wel heel hard in. Die gaan er ook heel hard in mee. Ze steunen mij ook en dat is wel leuk. En je hebt dat ook wel een beetje nodig voor te blijven doorgaan tijdens die campagne naar die finale toe. Dus die steun, dat is wel heel belangrijk voor mij. Wat staat er nog op het programma bij Mrs. Universe? Morgen hebben we een teambuilding in Oostende. We hebben ook nog een finale van Miss Elegance die dat we gaan bijwonen. En dan zullen we zeker nog het voorbereidend weekend. Dan gaan we voorbereiden voor de finale toe. En er zullen ook wel dingen op de agenda staan, maar... Hoop je te winnen? Ja, zoals elk meisje denk ik wel. Maar het is ook wel de ervaring en het avontuur. Maar ik ben wel eerlijk, ik doe ook mee om inderdaad Miss Universe te worden. En omdat ik daar ook doelen wil mee bereiken eigenlijk. Ja, ja de nieuwe Mrs. Universe die gaat trouwens op reis. Dit jaar gaan ze naar China. Volgend jaar is het nog niet geweten. Nee. Waar zou je het liefst naartoe gaan? Ik heb eigenlijk niet direct, ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht. Nee. Ik heb daar ook geen voorkeur naar. Warm. Dus het is alleen een warm land. Wat is je top 3? Ik heb geen top 3. Nee, ik kan het niet direct zeggen. Ik ben wel niet terug geweest. Ik ben net terug van Turkije. En dat was wel mooi. Dat was wel heel leuk om te doen. Nu, als we je nog beter zouden moeten leren kennen, wat zouden we dan nog zeker moeten weten van jou? Ik zou sowieso ook heel graag tijdens mijn campagne van Miss Universe, of moest ik Miss Universe worden, zou ik mij ook willen inzetten voor fibromyalgie. Dat is eigenlijk een onbekende spierziekte waar heel weinig begrip voor is. En ik zou toch proberen iets te organiseren of iets te doen om die ziekte toch meer in beeld te brengen eigenlijk. Ja. En denk je dat dat ook met de verkiezing mee kan bereikt worden? Ik denk het wel. Ik denk als je een goed doel doet voor holibies en transgenders, waar dat eigenlijk geen goed doel moet zijn, vind ik, want voor mij is dat normaal, denk ik ook wel dat er voor zo'n dingen ook iets te organiseren valt. Absoluut. Goed. Ik wens je dat zeker toe en ook heel veel succes nog met je campagne. Dank je wel. Oké.